dat gaan mensen wel niet denken, dat iedereen zo erbij... Nee, je moet je haar echt komen hoor. Je kan niet zo. We zijn Plex, kom je haar. In Chicks on Screen duiken de meiden van Chicks in the City in een voor hen onbekende wereld en gaan op onderzoek uit. Hallo, hallo iedereen. Wij van Chicks in the City zijn vandaag onderweg naar een cornrow workshop. En Gorma, waar zijn we? Wij zijn bij Theater Zuidplein. Theater Zuidplein. Ik hoop dat het een leuke dag wordt. Ja, we gaan het zien. En we gaan ervoor. Let's go! Let's go! Beefing with you bitches really getting kind of boring. If it ain't about the money, then you know I'm gonna ignore it. Sharon, wat is volgens jou een natural hair journey? Een natural hair journey is volgens mij de weg die je... Of de stap die je maakt om dichter bij jezelf te komen door je haar die uit je eigen hoofd groeit te accepteren. Dus dat betekent dat je niet meer gebruik maakt van chemicaliën, wat je haar, je eigen haarstructuur chemisch bewerkt. Dus je gaat je eigen haar volledig accepteren en daar ga je ook kijken van wat heb ik nodig om mijn haar in zijn natuurlijke staat tot zijn mooiste model te krijgen, te brengen en dat stukje ook te accepteren. We hebben Sharon van de Natural Hair Club geïnterviewd en we hebben haar ook vragen gesteld waarom ze eigenlijk deze workshops aanbiedt. En wat je te horen kreeg is dat ze het echt heeft gedaan vanuit een stukje gemis. Dat zij dat zelf niet had om te connecten met mensen die wel heel veel afwisten van natural hair en hoe je dat kon dragen met trots. Weet jij wat een natural hair journey is? Nee, eigenlijk helemaal geen idee. Weet jij het? In mijn boek is het black hair. Voor mij betekent dat je echt van niks naar de boskrullen gaat eigenlijk. Heb jij zelf ook een natural hair journey meegemaakt of zit je daarin? Ik heb altijd natural hair gehad. Alleen is het wel zo dat ik uit Hengelen kom eigenlijk. Dus ik ben echt opgegroeid tussen veel Nederlandse mensen. Waardoor ik heel lang mijn haar heb gesteld of een beetje verborgen zeg maar. Maar sinds ik in Rotterdam ben, of eigenlijk sinds ik naar Rotterdam kwam, ben ik steeds meer van mijn eigen haar gaan houden. Dus dat is fijn. Waarom stelde je het dan? Om erbij te horen, denk ik wel. Als klein meisje op de basisschool, tussen allemaal blonde meisjes met stelhaar. Je wilt hetzelfde, want dat is mooi op dat moment. Ja, mijn oma heeft mij gezegd om mijn haar te relaxen. En dat heb ik alleen één keer gedaan. En ik vond het echt niet mooi, want mijn krullen waren helemaal weg. En ik voelde me gewoon een andere persoon. Dus ik zei tegen mezelf van nee, ik moet echt mijn krullen hebben. Ik moet gewoon van mezelf houden hoe ik ben. Als mijn haar niet goed is, dan ben ik ook niet goed of voel ik niet goed. Dus mijn haar moet altijd netjes zijn, zegt mijn moeder dat altijd tegen mij. Wat voor emotionele fases heb je als je door zo'n natural hair journey gaat? Er zijn verschillende fases die je hebt. Voornamelijk onzeker zijn over hetgeen wat van jou is, wat je niet eerder hebt gekend, hebt gezien. Kan ik daarmee over straat? Is het goed genoeg? Hoe kijkt de buitenwereld naar mij? Maar het is niet makkelijk hoor, want als jij jarenlang hebt gehoord dat jouw haar niet goed genoeg is, niet op je werkplek, niet thuis, niet omdat het altijd chemisch bewerkt is of wat dan ook, dan is het best moeilijk en kan het eenzaam zijn als je alleen bent om dit dan op te pakken. Op welk moment vroeger heb je ooit ook bagel gedragen aan de negatieve kijk op de natje haar? Vroeger zat ik op atletiek en een van de dames die sprintte, haar haar was altijd, zag er onverzorgd uit. Dat dacht ik dus, zo keek ik ernaar, zag er onverzorgd uit. Maar dat meisje, dat wist ik niet, was een geadopteerd meisje. En ik kon maar niet begrijpen van, waarom kwam je haar niet? Waarom kwam jij je haar niet? En ik was denk ik 14. En ik voelde dat van, je moet je haar echt kammen hoor. Je kan niet zo. We zijn Plex, kam je haar. En zij moest huilen. En ik was gewoon jong. Ik stond daar niet bij stil van wat mijn woorden met haar deden. Kijk, I'm older and I'm wiser. So you know better, you do better. Maar toen dacht ik niet zo. Ja, ik kon mezelf niet kwalijk nemen, ik was kind. Maar ik dacht echt, je moet je haar kammen hoor. Wat gaan mensen wel niet denken? Dat iedereen zo erbij... Nee, je moet je haar kammen. Hoe vind je dat er wordt gekeken naar natural hair nu? Ik denk nu veel positiever dan vroeger. Vroeger heb ik gemerkt dat ik en mijn vriendinnen me vaak schaamden om ons haar los te dragen.
Maar nu zie ik dat veel meer mensen, ook niet alleen van de black community, maar ook andere communities, het eigenlijk beginnen te accepteren dat dit gewoon ons haar is. Het is zeer veranderd. Meer producten, mensen vinden nu krullenhaar de trend. Dus dat is niet helemaal anders nu. Dus meer opties en dat is wel prachtig en leuk. Ik denk dat er best wel een groot stigma is verbroken als het gaat over dat het hebben van, heb ik het nu over afro-natural hair, niet bijvoorbeeld niet mooi is. Of dat het gestreed moet worden of dat je het moet bedekken. Ik heb het gevoel dat mensen echt veel positieve dingen zeggen over natural hair. Maar er zijn ook nog mensen die zeggen van ja, krullend haar, als je het los hebt, komt het niet echt professioneel over. Dat heb ik zelfs meegemaakt in mijn studie. En daar, ja, dat vind ik, ik weet niet waarom mensen dat zeggen, want ja, je haar is je haar. Dus er is wel een verbetering erin gekomen, maar ik vind dat er nog stapjes moet worden gemaakt om meer een positieve ervaring te maken voor iedereen die natural hair journey heeft. Sharon, heb je nog tips om je natural hair te rocken? Ja, zeker. Ja? En wat voor tips heb je? Geloof in jezelf, in je haar. Werk aan jouw relatie met jouw eigen haar. Het is gewoon belangrijk dat je daar mee bezig bent. En dat kan je doen door ja, toch stil te staan bij jezelf. Wat ik zelf doe en wat ik mijn dochter ook leer, is om positief tegen jezelf te praten. Ook tegen je haar. Kijk in de spiegel. Voel je haar. Praat er gewoon mee. Praat ermee. En hoe vaker je met jezelf erover praat, of jezelf ook aankijkt, hoe eerder je het ook gaat geloven en hoe zelfverzekerder je ook wordt. En hoe minder invloeden van buitenaf effect gaan hebben op hoe jij je voelt. In het interview met Sharon heb ik wel gemerkt dat een natural hair journey best pijnlijk kan zijn. En dat je dan heel erg terugblikt op de jeugd. Hoe heb je je jeugd ervaren? Hoe is er toen met je natuurlijke haar omgegaan? Hoe keek je er zelf naar? En dat best door kan gaan in de emoties als je ouder wordt? Gewoon van je haar houden, dat is het een beetje. En elke persoon heeft een andere type haar, dus graag online kijken welke producten het best bij je haar passen. Dus dat is mijn tip eigenlijk. Ja.